Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Egbert van Hes, hoe belangrijk, ja, hoe bijzonder is dit moment voor jou? Het is ongelooflijk bijzonder natuurlijk, dat je meewerkt bij je aan de route naar Parijs van Rikst. Ter middel dat we wat helpen gaan bij een hinderzoekziekje. En ja, dat vind ik geweldig. Rikst is een geweldige topsporter. En dan is het prachtig dat we dat een beetje ondersteunen, Maaien. Wat weer je rol precies? Mijn rol is weer dat ik eigenaar ben van het Hakuna Matata, van het hinder. Maar wat voor, dat is een middel. Hè? En waar het om gaat is de route, hè? Het doel wat we hebben. En dat is Rikst ondersteunen, dat zij succesvol wezen kan in de topsport die ze bedroogt. En ja, dan is het mooi dat ze een middel hast wat dat ondersteunen krijgt op die wijze. Je rekent van de winter in gesprek met Rikst? Ja, van de winter kwamen we in gesprek hier op het landgoed van de SB Oranjewoord. En ja, toen zei Rikst, ik moet nog eens even zien hoe ik dan weer naar de Olympische Spelen ging. Hè, naar de Paralympische Spelen in 2024. Maar ja, ik heb geen hinder op dit moment. Ja, dat valt net daar. Hè. Als je Ruter bent, maar je wel een hinder, dan komt het net goed. En ja, wij hinden toch wel heel snel een goede klik mee nodig. En dus ik dacht, dan wil ik graag proberen om die te helpen met mij. En dat is mooi dat ik eigenaar ben van het hinder. Maar wat veel mooier is, dat Rikst er hartstikke de bleed mee is. En dat ze een prachtig team binnen mij zijn twaalf. En dat we hier vanmiddag een geweldige presentatie horen haar. Bij jouw speech, dat vond ik zo mooi ben, het rekt jou echt. Ja, uiteindelijk gaat het leven natuurlijk om geluk. En geluk is ik dat je een oor helpen kan. En ja, geld is een middel. Hè, dat bieden we al eerder, dat heb ik nodig. Dat is ook helemaal geen probleem, het is een middel. Maar het doel is natuurlijk dat zoals, ja, we rekken het hart van elkaar. Hè, en ja, die verbinding die hebben we wel met Rikst. En ja, dat is hetgene wat ik een stuk emotie mee heb. Want ja, José, de klik is belangrijk. Want het traject erin en de komende vier jaar, Junio in je speech, vind je eigenlijk volle belangrijk, ja, dan die medaille. Voel ik zo mooi. Ja, uiteindelijk gaat het, denk ik, in het Libië vaak om de route die je op mijn oorlogje. En op die route dan ben ik hechtepunten en dan ben ik wel dieptepunten. Dat is in het Libië zo. En ja, ik zit wel eens, succes maakt hij eigenlijk ook komen. Dan was misschien ik net de drok maar wijzen. Hè? Maar wijs met drok met die route ernaast. En dan kerst een hele potte willen haar. En dan zit het ook wel eens een keertje in. Maar dan ben je al je meegenomen, die hinder, die help je die weer op te steren als het een keer vol best. En dan vervolgens de route weer. Ja. Dat is iets wat mij wel erg aanspreekt. Ja. Wat zie je jouw rol de komende vier jaar wijzen? Ja, als er echt weer nodig gaat, dan win ik er. Hè? En dat kan wijzen, dan zijn we gaan even koffie drinken. En hoe gaat het mij die? Hè? En hoe gaat het mij het hinder? Dus het is eigenlijk het supporten. Ik zou willen zeggen, met de hand klappen, onderwijs op de route die ze al leidt naar Parijs. Zien we hier over jou hier een gouden medaille? Ik hoop dat we over jou hier weer zien met mijn anderen. Dat we dan zien in elkaar wat weer de prachtige route. En dan gaan we wel zien wat het oplevert. Ja. Maar het gaat om de route. En dan komt het succes vanzelf. Mooi, een lokwens. Voor jou ook een bijzondere dag. Een hele bijzondere dag. En tien gedankt dat jou, wie lokwens je.